Ja, goedenavond. Het is woensdag 12 januari en je luistert en kijkt naar de eerste aflevering van Gezond 071 in het nieuwe jaar. Ik ben Gerry van Bakel. Fijn dat je bij ons bent. En Gezond 071 is het maandelijks programma van Sleutelstad rondom gezonde leefstijl. Te horen en te zien op al onze kanalen. Dus dat is 99.6 FM, DAB+, Ziggo kanaal 46, KPN kanaal 1421. En via de app, als je die downloadt, dan kun je ons overal mee naartoe nemen, zeg ik altijd maar. En de website sleutelstad.nl. En vanavond is het onderwerp, hoe kan het ook anders, goede voornemens. Veel mensen grijpen in januari aan om te stoppen met roken en of te drinken, minder te eten of gezonder te gaan eten en vooral veel meer te gaan bewegen. En er zijn ongetwijfeld nog veel meer goede voornemens te bedenken, maar wij concentreren ons even op die gezonde leefstijl. En dan vraag je af, is het nou handig om op zo'n massale dag te kiezen van waarin we allemaal gaan stoppen met roken of gaan stoppen met drinken of wat dan ook? Of is het juist goed om zo'n stok achter de deur te hebben? We gaan erover praten met een aantal gasten. Ik heb life coach Jasper Mulder via de Zoom bij ons. En bij ons in de studio zit Margje Vlasveld. Zij is diëtiste. En Jasper en Margje kennen jullie misschien wel van de video's die ik met hen maakte. Maar vandaag zijn ze mijn hoofdgasten. En ook zit daar Greet Meesters. Ook wel bekend als Leidens leukste fit girl. Maar ze is ook psycholoog en weet alles van hoe moeilijk het is om je gedrag te veranderen. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de allerleukste zender van Leiden en omstreken. Dit is Sleutelstad. We gaan gauw beginnen met het programma over de gezonde leefstijl, Gezond 071. Ja, en dan is het januari en dan gaan we het natuurlijk hebben over goede voornemens. En mijn gasten hier in de studio, die zitten al helemaal klaar. Dat zijn Margje Vlasveld en Greet Meesters. Welkom, dames. Ja. Hallo. Dankjewel. Ja, goede voornemens. Dat is natuurlijk altijd een precair iets. Ik heb via de Zoom Jasper Mulder. Daar probeer ik ook eventjes contact mee te maken. Jasper, kun je mij horen? Ik hoor jou wel. Ik hoor jou nu ook. Helemaal geweldig. Ik was net even bang dat het niet ging lukken. Maar gelukkig, Jasper is er ook. We hebben hem ook zelfs even in beeld. Heel fijn. Nou, laten we dan meteen bij jou beginnen, Jasper. Jouw goede voornemens. Want het is januari en dan 1 januari. Dan hebben heel veel mensen goede voornemens. Had jij die ook? Die had ik zeker. Nou, ik had ze niet alleen. Ik heb ze nog eigenlijk nog steeds. En mijn goede voornemers die bestaan vooral uit eigenlijk het doorzetten van dat wat ik vorig jaar mee geëindigd ben. Met veel bewegen, gezond eten en eigenlijk heel ontspannen in het leven staan. En ik word alleen een beetje nu op dit moment thuis gehouden en dus minder bewegen door corona. Werkelijk waar. Nou, beterschap daar in ieder geval mee. En dat is natuurlijk ook de reden dat je niet bij ons in de studio bent, helaas. Maar eventjes de goede voornemens misschien van Margje Vlasveld. Jij bent diëtiste. Ik ben een paar keer bij je geweest met de vraag, hoe kan ik gezond zijn? Hoe kan ik zo gezond mogelijk eten? Wat was jouw goede voornemen? Je gaat er wel even vanuit dat ik een goed voornemen heb, Gerry. Ja. Had je een goed voornemen, Margje? Ja, maar dat heb ik al een poosje. En het gaat er gewoon om dat je dat dan gaat uitvoeren. Hè? En dat is al wat ik heel graag wil, is gaan lopen naar mijn werk 1 keer in de week. Oké. Nou, ik denk dat dat een voornemen is waar Jasper meteen heel, heel blij van wordt. Maar wij gaan eventjes... In plaats van fietsen dan, hè? Dus, plaats van fietsen. Ja, fietsen is natuurlijk ook al heel goed, maar... En Greet, hoe zit het met jouw goede voornemens? Ja, nou, ik heb wel een beetje hetzelfde als Margje ook. De dingen die ik vorig jaar al gestart ben, om daarmee door te gaan. Want het was de afgelopen maand in december wel wat lastiger. Met al die heerlijke chocoladeverleidingen en oliebollen die op mijn pad kwamen. Maar ik heb me voorgenomen om zelf weer vaker te gaan koken. En ook... om echt iedere ochtend te beginnen met een ontbijtje met fruit, havermout en yoghurt. En dat was er ook weer een beetje bij ingeschoten de afgelopen weken. En daar ben ik 2 weken geleden weer mee begonnen. En dat is eigenlijk heerlijk. Dus dat ga ik gewoon lekker volhouden proberen. Oké, nou, klinkt allemaal heel erg goed. Want ja, januari staat altijd bekend natuurlijk als de maand
van de goede voornemens. Ik weet nog wel dat ik ben ooit begin november begonnen met af te vallen. Omdat ik echt vond dat ik ik was echt veel te zwaar, bijna 100 kilo. En ik wilde naar de 80. En toen zeiden heel veel mensen, waarom begin je daar nu aan? Zo vlak voor de feestmaand. Maar ik dacht toen echt van ja, ik wil gewoon niet langer wachten. Ik wil gewoon nu. Ik was er gewoon klaar voor. Dus waarom zou je dan nog 2 maanden wachten? Maar aan de andere kant kan ik me best voorstellen dat het je soms wel helpt. Hoe kijk jij daar tegenaan, Greet? Jij bent psycholoog. Is zo'n datum eigenlijk iets goeds? Of zeg je nee, joh, ben ik? Nou, het zit er 2 kanten aan. Ik denk, uit wat jij net vertelt, is dat je het echt zelf moet willen. Dat is denk ik een hey. En dat je het ook besluit dat je het gaat doen. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En dan een helder moment kiezen. En ook een periode kiezen van hoe lang je dat dan wil volhouden. Dat helpt. En het dan ook bijvoorbeeld hardop tegen andere mensen in je omgeving zeggen dat je dat gaat doen. Dat helpt volgens mij het allerbeste. In die combinatie eigenlijk van die dingen. Dus zowel zeg maar een moment kiezen misschien. En er echt zelf voor gaan. Maar misschien ook wel delen met anderen. Ja. Ja, dat kan voor- en nadelen hebben. Ik las deze week een artikel. En het ging over iemand die had een boek geschreven over doelen stellen. En dat ging over diegene ging bijvoorbeeld iedere week met een vriend bellen. Om dan even te bespreken hoe het ging met die goede voornemens. Of met die doelen. En dat was heel motiverend. En dingen die dan niet zo goed gingen nog. En dingen die wel lukten. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook wel gemerkt dat als je dan als het bijvoorbeeld gaat over gezond eten, dat je dan ook, als je het bijvoorbeeld in je omgeving zegt, dat je natuurlijk ook niet wil dat we bij ieder chocolaatje wat toch per ongeluk in je mond komt, dat je huisgenoten dan gaan zeggen, hey, jij zou toch geen chocola meer eten? Dat helpt wel, maar dat is dan weer, dat helpt misschien een beetje, maar dat is dan wel weer een wat negatievere effect. Negatiever effect. Hoe kijk jij daar tegenaan, Margje? Waar heb jij zoiets van, ja, zo'n 1 januari is een goed moment om eens even goed voornemen te nemen, om jezelf bij je kladden te grijpen en te zeggen, ik ga even mijn hele eetpatroon omgooien. Ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van de persoon, hoor, Gerry. Want het kan natuurlijk wel zo zijn dat je met een groepje iets besluit op 1 januari. Bijvoorbeeld, je hebt nou Dry January. En dat is al de zoveelste keer. En ik krijg iedere keer inderdaad van vriendengroepen appjes van, doe je ook mee met Dry January? En dan doen mensen daaraan mee. Dus dat is wel zo'n voorbeeld van zo'n goed voornemen voor 1 januari. Het is ook echt een momentje. Je begint een nieuw jaar, je sluit iets af. Alleen je ziet wel, dat is ook wel onderzocht, dat die goede voornemens van 1 januari, die verdampen nog in januari. Dus ja, ik denk dat motivatie eigenlijk toch wel belangrijker is dan de datum. Dus niet zozeer 1 januari vastpinnen, maar gewoon kiezen voor echte motivatie van jezelf misschien wel. Ja, we gaan dadelijk daar ook met Jasper over praten. Die zit al helemaal te popelen. Die heeft daar natuurlijk echt een mening over. Ja, de vijand zou je kunnen zeggen. Is dat een goed beeld eigenlijk, Jasper? Om te zien van wat je misschien wil veranderen, om dat om te toveren in de vijand? Nou, ik zou het niet omtoveren in de vijand. Dat vind ik weer een redelijk negatief beeld van datgene wat je eventueel wilt halen. Ik zou eerder zeggen, haal dat wat je wil bereiken als vriend binnen. En verwelkom het op een feest. En zorg dan dat je samen het doel gaat bereiken, als het ware. Ik denk dat dat een grotere motivatie geeft dan het als een vijand zien. Want over het algemeen wil je juist niet bij de vijand zijn. En motivatie om iets te halen is juist, denk ik, eerder een vriend dan een vijand. Een vriend dan een vijand, ja. Nou ja, het is natuurlijk van waar we het net al over hadden, van dat 1 januari, is dat nou slim om zo'n datum te kiezen en je daar op vast te pinnen? Dus het geeft misschien ook een beetje een saamhorigheidsgevoel. Kan dat een extra motivatie zijn?
Ja, ik denk dat voor sommige mensen, kijk, we zijn allemaal verschillend. En wat Greet net ook zegt, van ja, een datum prikken en het vertellen aan mensen, dat kan een stimulering of een stimulans zijn. Mijn ervaring is, en dat zie ik ook in het onderzoek wat ik doe met huisartsenpraktijk Jonkers en Otte, dat individueel dingen bereiken zonder het te vertellen voor een groot aantal mensen juist een stimulans is om op het moment dat ze dan weer op een, te zeggen, een maand later iemand tegen te komen en die zegt van goh, je bent afgevallen of je hebt goh, wat zie je er goed uit of hey, ben je gestopt met roken of whatever may be. Dat kan voor heel veel mensen juist een intrinsieke motivatie zijn. In groepsverband iets doen, dus met z'n allen aan een programma beginnen bij een sportschool. Helaas kan dat nu even niet, wat erg jammer is. Maar goed, met z'n allen dan op 1 januari beginnen of op een datum beginnen en dan vervolgens met z'n allen dat doel bereiken. Dat geeft natuurlijk ook heel veel intrinsieke motivatie voor die groep, voor die mensen. Ja. En want heb jij daar ervaringen mee, Margie, in jouw praktijk als diëtiste, dat mensen zeg maar het fijn vinden om het misschien ook wel eens in een soort groepje te doen? Of werk jij eigenlijk altijd 1-op-1? Ja, ik werk 1-op-1. Dus heel soms is er iemand die wil graag in een groep, maar dat gebeurt niet veel. Ik denk dat die mensen misschien eerder in een groep komen dan bij mij. Ik merk wel, ik heb zelf wel groepslessen ook gegeven. Dus dat is voor sommige mensen ook echt een stimulans. En fijn dat je er niet alleen voor staat. Maar ja, iedereen is toch anders. Dus in een groep moet je ook wel weer aan je trekken komen. Wat eten betreft. Hè. Ik denk dat het bewegen ook zo is. Zeker als je wat beperkingen hebt. Ik werk natuurlijk altijd wel met patiënten. Dus niet met gezonde mensen die gewoon even een paar kilootjes willen afvallen. Ja, die kunnen ook bij mij terecht voor een keer een gesprek. Van, dat heb ik ook wel. Van die een beetje twijfelen van krijg ik eigenlijk wel genoeg binnen? Wat zijn er nog meer mogelijkheden? Klopt dat wel wat ik allemaal hoor? Maar dat is echt wel meer individueel. Eetpatronen en leefpatronen zijn nou eenmaal erg persoonlijk. Mm. En dat kun je niet zo makkelijk een labeltje op, ja, zeg maar bij elkaar grijpen als van om daar in een groepsverband mee aan de slag te gaan. Als het samen gaat, hè, dus het is natuurlijk ook, we zijn ook groepsdieren, we zijn ook sociale dieren. Het is ook leuk om iets met andere mensen te doen, maar het is denk ik niet het enige, denk ik. Nee. Ik denk dat er een combinatie eigenlijk wel het meest geslaagd is, ook de persoonlijke aandacht. En ook dingen kunnen zeggen die je niet aan iedereen zou zeggen misschien. Ja. Maar heb jij nu ook dat bijvoorbeeld in januari zal maar zeggen, de telefoon rood gloeiend staat. Dat er mensen, veel meer mensen zich aanmelden als het ware bij jou. Om te zeggen, ja, ik wil toch iets aan mijn leefpatroon doen. Ik wil toch wat gezonder gaan eten. Nou, de week is natuurlijk nog maar net begonnen. Ja, nee, ik heb het sowieso druk nu. Want het is wel zo dat veel mensen er tegenaan lopen. Dat ze zwaarder worden en niet kunnen bewegen. En dat niet willen. En ook zien dat het, als je te zwaar bent en je hebt ook nog andere klachten. Dat je ook kwetsbaarder bent om ziek te worden. En niet zo snel weer beter te worden. Ja. Dus ja, ik denk dat dat besef wel aan het groeien is. Ja, dan zijn we allemaal misschien met ons neus op de feiten gedrukt. Maar Jasper, is het bij jullie ook zo dat bij Motivactor dat de telefoon rood gloeiend staat zo in zo'n eerste maand? Nou, eerlijk gezegd niet. Het staat nooit rood gloeiend, omdat mensen toch het werk wat ik doe, dat vinden ze niet zo makkelijk. En als life coach komen ze niet direct met leefstijlverandering of zo bij mij. Maar het is wel zo dat de mensen die nu binnenkomen en die een programma bij mij volgen, wel eigenlijk de vraag hebben van hoe ga ik het volhouden om de goede voornemens of überhaupt gewoon mijn life change, hè, dus eigenlijk de verandering in mijn leven, te bespreken met mij. En roodgloeiend is wat veel, maar ik merk wel dat er heel veel behoefte aan is.
Ja. Wat ik ook wel heel erg merk is dat er mensen nog wel over een drempel heen moeten. Ze komen bij mij heel veel met ik wil afvallen. Of ik wil iets in mijn leven veranderen, maar ik weet niet wat. En daar is daar komen ze voor. En dan blijkt in gesprekken blijkt er vaak een toch veel meer aan de hand te zijn. En ik denk dat dat in het gesprek nu wel inderdaad duidelijk is dat het niet alleen maar om één ding gaat en dat het vaak om een dieper en een diepere laag ligt. En dat is eigenlijk ook waarom het waarom ik wel zie dat mensen zeggen van oké, ik wil wat gaan doen. Hè, dus 1 januari. En het volhouden daarvan eigenlijk op, wat zal het zijn, week 3, week 4, dan alweer afzwakt. Ja. Dus komen de mensen wel weer naar me toe. Ja, dat is altijd lastig natuurlijk. En daarvoor ga ik dan even naar Greet, want ook wel door mij benoemd als de leidend leukste fit girl. Ja, want hoe doe je dat dan eigenlijk, dat volhouden van als je dan die verandering eenmaal hebt ingezet? Hoe krijg je dat voor elkaar om dat dan toch... Ook nog na de 3e week van januari vol te houden. Nee, ik denk dat het heel erg helpt dat het erbij hoort. Dat het soms even het volhouden van dingen en jezelf niet te hard vallen als het even weer wat minder gaat. Dat is eigenlijk het allerlastigste. Dus weten dat je gewoon iedere dag weer opnieuw kan beginnen met je goede voornemen. Ook in de 3e week van januari of in de 4e week van januari. Dat is volgens mij... wel heel goed om jezelf ook niet te hard te vallen. Vind ik zelf best moeilijk, om eerlijk te zijn. Maar het gaat me steeds beter af. Ja, om een beetje vriendelijk voor jezelf te zijn. Nou ja, dat je denkt bijvoorbeeld zo... ik dacht bijvoorbeeld in december toen ik iets te veel lekkere gebakjes en oliebollen at. Dat gaat natuurlijk heel, maar dat is een voorbeeld. Of te laat naar bed ging. Terwijl ik eigenlijk dacht, ik moet op tijd lekker op tijd gaan slapen. Of nog. Dat ik dacht van ja, maar ik kan gewoon iedere dag weer opnieuw ermee beginnen. Ja. En is dat dan erg lastig om dat te bedenken, dat je dan opnieuw kan beginnen? Nou, soms moet je daar even door iemand aan herinnerd worden. En je moet jezelf er ook aan herinneren. Dus je moet daar wel aandacht aan besteden. Ja. Dat gaat niet vanzelf. Oké. Nou, we zijn alweer toe dat we naar het regionieuws gaan. We gaan er dadelijk over doorpraten over hoe je dat dan echt, wie je zou kunnen inroepen als je hulptroepen als het gaat om het wel allemaal vol te houden. Welkom in het tweede half uur van Gezond 071, een maandelijks magazine op radio en tv van Sleutelstad over gezonde leefstijl te horen via 99.6 FM. .fm en DHB Plus. En ook te zien via Ziggo kanaal 46 en KPN kanaal 1421. En vandaag hebben we het over goede voornemens. En mijn gasten in de studio zijn Margje Vlasveld en Greet Meesters. En via de Zoom praat ook life coach Jasper Mulder mee. Ja, 1 januari, dat is het moment voor veel mensen om een goed begin te maken, een goed voornemen. En dan heel vaak is het natuurlijk heel snel daarna weer vergeten. En is dat nou iets, een manier waarop je dat tij zou kunnen keren, Greet? Als je nou vanuit de psychologie kijkt, wat zouden we moeten doen om wel vol te houden? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het doel wat je na wil streven, dat het een prettig doel is en dat het ook een haalbaar doel is. Dus niet de hoge verwachtingen. Niet denken van, ik ga echt, ik stop met roken en met drinken en ik ga gezond leven. Nee, niet alles tegelijk, denk ik. Dat is volgens mij niet, dat weten we ook. Maar dat het helpt om een doel te stellen, daar is ook echt wel onderzoek naar gedaan. Dat het helpt om een doel te stellen, dat is wel belangrijk. Maar dat doel wat je stelt, dat moet wel aan bepaalde... Ja, het moet een aantrekkelijk doel zijn, denk ik. Maar het moet ook een haalbaar doel zijn. Wat een rotwoord is dat. Haalbaar doel zijn, ja. Ja, dat je niet de hoge verwachtingen hebt. Is dat jouw ervaring ook, Margje? Dat je misschien mensen af en toe denken van dat het allemaal in 1 keer moet? Ja, dat komt echt... dat zie je echt heel veel. Dus sowieso al als mensen willen afvallen... dat ze veel te veel kilo's denken af te kunnen vallen. Want... misschien komt het ook wel door tv-programma's...
waarin je dus ook altijd van die hele uitzonderlijke gevallen ziet van mensen die heel veel afvallen. Alleen je ziet nooit na een jaar van hoe het dan weer is. Nee, het moet juist met kleine stapjes en haalbare stapjes. Want het is heel moeilijk om gedrag te veranderen. Het is heel moeilijk om gedrag af te leren. Het is nog wel iets makkelijker om gedrag aan te leren. Dus wat helpt volgens mij is om alles positief te maken. Dus niet om te denken van, nou ja, ik heb hier een heel mooi soort van beslisboompje. Hè? Even, kan ik het ja, ik weet, niet of dat, ik weet niet of de camera dat goed oppakt. Maar nee, wij zien het van over hoe je een goed voornemen en dat allemaal afsplitsingen. Van nou, als je het elk jaar hebt en het lukt niet, dan moet je misschien een nieuw doel bedenken. Ja, ook. Maar het kan zijn dat je wel een goed voornemen hebt. Maar als je dat inderdaad elk jaar hebt, dan moet je gewoon eens iets nieuws verzinnen. En als je het niet in elk jaar hebt, dan kan het zijn, is het iets dat je niet meer wil doen? En dan is het heel duidelijk. Nou, als dat ja is, dan staat hier, maak het positief. Dus bijvoorbeeld, ik wil geen pak koekjes meer leeg eten. Ik zeg maar wat, dat is volgens mij niet het grootste probleem. Maar dan kan je beter zeggen van, ik wil elke dag een mandarijn eten en nog een ander stuk fruit. Ja. Dan maak je het positief. Ja, dat je positief, zeg maar, gezond gedrag aanleert in plaats van iets af probeert te leren. Hoe zie jij maar je dat? Je had het ook over verleid, over terugval en hoe je dat kan voorkomen. Nou, terugval is eigenlijk altijd aan de hand. Bijna altijd. Na 3 maanden dan is er een soort effect weg. Het is ook met placebo-effecten zo. He, dat na 3 maanden werkt het gewoon niet meer zo goed. Dan moet het al een beetje ingesleten zijn. En anders verval je heel makkelijk in oud gedrag. Omdat je ook bijna een robot bent. Ja, het klinkt heel stom, maar we zijn 95% robot. Dus dan sta je opeens weer met iets in je mond waarvan je denkt, hé, dat wou ik toch helemaal niet. Ja. Maar het, gewoon de hersenen in je buik, zeg maar, die je dat laten doen. Ja. En als je dat beseft, dan betekent dat inderdaad dat je toch wel een soort strijd moet voeren met iets in je buik die altijd maar hetzelfde wil houden en ook altijd maar hetzelfde wil houden of wil groeien. Ja. Maar niet minder. Herken jij dat, Jasper, bij mensen die misschien bij jou komen en ook allerlei wilde plannen hebben, als het ware goede voornemens en of in ieder geval heel veel willen veranderen, dat je ze vooral moet afremmen in het begin? Ja. Waar het in mijn coaching over gaat, dat wordt al een paar keer genoemd, alleen iets in een andere bewoording, is dat het is eigenlijk het veranderen, het bewust veranderen van een automatische piloot die je hebt. Iedereen herkent het wel. Je staat 's ochtends op, je gaat onder de douche, je maakt je op, je doet je ding, je loopt naar beneden, je pakt je eten, nou, et cetera, et cetera. Het zijn allemaal automatische handelingen. En de voorbeelden die er genoemd zijn, bijvoorbeeld over het leeg eten van een pak koekjes, het in je mond stoppen voordat je het weet, daar gaat het eigenlijk om dat je je heel bewust bent van, oké, wil ik deze handeling wel doen? En het veranderen van gedrag, wat ook al genoemd is, is een van de meest lastige dingen die er zijn. Op het moment dat je laten we het afvallen even als voorbeeld houden. Als je zegt, nou, ik wil afvallen, dan weten we, denk ik inmiddels wel, dat je minder moet eten. Dus je moet het niet in je mond stoppen. En op het moment dat je dat koekje pakt en je het wel in je mond wil stoppen, dat je dan even heel bewust bezig bent met het moment van dat koekje. Van oké, dit is dat koekje, mijn onderbuikgevoel, wat net ook genoemd werd. Dit is het gevoel wat ik erbij heb om die strijd aan te gaan met dat koekje. Nou, is het wat Greet net ook zei, elke keer weer opnieuw beginnen. Dus het is niet zo erg als het op dat moment niet lukt. Dan begin je gewoon daarna met het moment weer te veranderen. Van oké, laat ik het nu proberen op een andere manier te doen. Er alleen naar te kijken en het weer terug te leggen. Dan stel je weer het moment uit. Dus de manier waarop je die automatische piloot beïnvloedt, stapje bij stapje, niet in één keer. Niet in één keer, wat ook genoemd werd, heel veel kilo's willen afvallen of in één keer stoppen met dat wat je wil bereiken. Maak de doelen klein, maak het overzichtelijk. Maar wat een hele belangrijke is de strijd die iemand in zichzelf
aan het voeren is tussen het ik wil eigenlijk door op de automatische piloot en aan de andere kant ik wil ook mijn doel bereiken. Nou, die strijd, die doe ik in mijn programma's, heb ik het heel veel over dat je daar, en in dit geval met het moderne woord mindful, meditatie, dat je daarin de strijd verzacht, jezelf accepteert, veranderingen aanbrengt in de momenten van het pakken van dat wat je niet eigenlijk liever niet doet. Dus ook een beetje het misschien verpakken jezelf, verleiden daarmee. Misschien een beetje ook vooral lief zijn voor jezelf, Greet. Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het helpt als je weer een beetje weer teruggezakt. Dan hebben we soms ook gewoon weer even een nieuwe prikkel nodig. Dus dan, ik had bijvoorbeeld met dat ontbijt, gezonde ontbijt, wat ik dan ben begonnen, dacht ik nou, die havermout en die appel en die peer of zo, weet je, dat werd een beetje saai. Dus toen dacht ik, ik moet toch weer nieuw, misschien moet ik even weer ander fruit erin doen, zodat het ook weer een soort uitdaging wordt. Het is eigenlijk de combinatie eigenlijk van het afleren of dempen eigenlijk van die oude dingen en maar ook je wel weer een soort zicht hebben op uitdagende, lekkere, gezonde dingen. Nou, dus in die zin van dat je zeg maar ook die beloning hebt. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, het is 2022 en dan is Leiden European City of Science. En elke ochtend tussen 8 en 9 hier op Sleutelstad hebben we dan Radio Weetlust. En die is gekoppeld aan een scheurkalender van de Leiden Science, European City of Science. En elke dag is er dan een thema en daar kun je dan meer over te weten komen via een QR-code op die kalender. En volgens mij is die nog overal gewoon te krijgen, niet te koop. En via die website van Leiden 2022 kwam ik ook op de Leidse wiskundewandeling. Dat is natuurlijk altijd goed, lekker naar buiten gaan. En dan voert door de binnenstad waarbij je voor uiteenlopende locaties een uitdagend wiskundig vraagstuk is bedacht. En die wandeling is gericht op scholieren. Maar ik zou zeggen, iedereen kan daar natuurlijk gewoon lekker zijn profijt van hebben. En eventjes, je hebt een korte en een lange route. En ik weet zeker dat Jasper zegt, je moet de lange route gaan nemen. Er hoort een boekje bij. Dat kun je dus downloaden via de website Leiden 2022. En daar staan routebeschrijvingen en de opgave. En Rijksmuseum Boerhaven is zowel begin als eindpunt. En het duurt maximaal 2 uur, maar de lange route kan wel 3 uur duren. En dan heb je ook nog, want de musea zijn nu nog dicht. We weten natuurlijk niet wanneer het open gaat. Dan kun je de hele maand nog naar de tentoonstelling Through the Looking Glass. En dat is een tentoonstelling voor de donkere dagen, dus echt voor nu. Voor iedereen gewoon. Het is een licht- en videoprojecties die bewegen, verwonderen en verbinden. En dat kun je zien in het Energiepark. En dat ligt zeg maar tussen de Lange Gracht en de Marissingel. En ja, dat is ook helemaal gratis en voor niks. Kun je gewoon naartoe lopen en kijken. Allemaal gewoon even je gedachten te verzetten en aan iets leuks te denken. En wie weet pak je meteen wat goede voornemens dan mee. Want dan ben je en in beweging en je denkt aan iets anders. En als je jezelf zeg maar een beetje prikkelt, je eigen nieuwsgierigheid en zo, dat is volgens mij ook altijd erg goed als het gaat om in ieder geval wat te ontstressen. En dat is misschien ook wel een hele goede manier om met iets om een beetje gezonder te zijn, niet waar, Jasper? Ontstressen. Stress is een heel oud mechanisme wat wij natuurlijk in ons als dier hebben, flight or fight. En het gekke of het grappige is eigenlijk, wij zijn in de hele evolutie zijn we daar natuurlijk eigenlijk niet in meegegroeid. Want die tijger die komt echt niet meer, althans over het algemeen niet meer op ons pad. Dus we zien het werk en eigenlijk ook het stellen van een doel, van een goede voornemen, zien we dus eigenlijk als een, of kunnen we zien als een tijger. En daar raken we dan weer gestrest van. En dat zullen onze gasten allemaal wel ergens kunnen beamen. Is van ja, als je het niet redt, dan raak je in de stress. Want die kilo's die gaan er niet af. Of welk ander voornemen je... Dat stoppen met roken, dat lukt maar niet.
Ja, en dan ga je natuurlijk weer andere dingen doen. Dus ik vond het wel grappig dat zo'n wandeling over... Dat geeft natuurlijk weer ook wel een vorm van stress als je daaraan bezig bent. Maar dat is natuurlijk meer een ontspannende stress. Ja. Dus als je dat varieert, dan is dat alleen maar goed. En alleen maar aan te raden om te doen. Zeker wat je al zei, met een extra lange wandeling. Ja, precies, een extra lange wandeling. En hoe zit dat voor jou, Mark? Heb jij nog een goed advies over hoe je nou dingen langer kunt volhouden? Het gaat toch wel heel erg inderdaad mindful. Dus bij jezelf blijven en dingen weten. Gewoon nieuwsgierig zijn. Volhouden, ja... Met eten is het natuurlijk ook zo dat mensen denken, ja, dan moet ik dit gaan koken. Dan zien ze allemaal recepten en dan is het een enorme berg werk. Dan denk je, dit kan ik allemaal niet, vreselijk ingewikkeld. Maar als je dan toch eens denkt van, ik ga toch eens een zondagmiddag, ga ik nou toch eens besteden om eens even te ontdekken van, wat is dat nou? Hoe kan je dat nou maken met die linzen en die spinazie, noem maar wat. Hè? En dus dat je daar gewoon een hele ceremonie van maakt en iets leuks van maakt. Ja. En wat ik ook wel vind van veel mensen die op dieet gaan of dat je ergens zo'n goed voornemen wil uitvoeren, dan denk je daar de hele tijd aan. En dat kan al heel snel heel vervelend worden. Als je de hele dag aan eten denkt omdat je minder wil eten, dan krijg je daar natuurlijk weer honger van. Dus dat werkt ook nog tegen. Dus ja, probeer ook een soort structuur te maken. Dus een vast tijdstip voor iets te nemen. En zet desnoods een belletje in je telefoon of zo. Of we knopen het aan iets vast wat je altijd op een vaste tijd doet. Dat helpt ook heel erg om dingen te veranderen. Hè? Om iets toe te voegen aan iets wat je al doet. Je tanden poetsen doe je bijvoorbeeld altijd. Als je dus wil dat je gewoon wat steviger wordt, kan je ook je tanden poetsen altijd op één been doen. En dan doe je het 's morgens op je rechterbeen en 's avonds op je linkerbeen. Zoiets. Maar, en dan kan je later nog uitbreiden door bijvoorbeeld ook nog armoefeningen erbij te doen, al tandenpoetsend. Hè? Dus dat je gewoon een soort van dat je ervan maakt. En dan kom je vanzelf weer op nieuwe dingen. Dus probeer steeds jezelf te vernieuwen. Ja, vernieuwing houdt je in beweging. Dat vindt Jasper waarschijnlijk ook zo. Tot slot, een halve minuut. Wat is nou jouw topadvies voor... om het vol te houden. Mensen die terugvallen. Nou, er is een heel goed boek wat ik gebruik. Dat heet Terugval en Verleiding van Ingrid Steenhuis. Er staan allemaal oefeningen in die je kan doen. Dat helpt geweldig om je weer eventjes op je eigen pad te zetten. En als je je voornemen eigenlijk niet leuk vindt, denk net zo lang na tot het leuk is geworden. Maak het net zo klein tot het haalbaar is. En denk iedere keer als je opstaat, wanneer? Nu. Oké. Nog even naar Jasper dan voor zijn topadvies om het vol te houden. De gedragsverandering, je goed in het voornemen of hoe je het ook maar wil noemen. Nou ja, ik zou bijna zeggen, kom bezoek mijn site en kom een van mijn programma's volgen. Want daar staan alleen maar topadviezen in. Maar het meest belangrijke is wees mild voor jezelf. En blijf inderdaad gewoon bij de kleine dingen. En maak het niet te groot en te lastig voor je. Want zware dingen tillen, dat lukt je niet alleen. Dus probeer het eenvoudig te houden. Maar het meest, dat is gewoon, praat er met mensen over als je iets wil volhouden, schrijf het op, maak een dagboek. En nogmaals gezegd, iedereen mag mij bellen en via mijn site bij mij komen, is geen enkel probleem. En dat geldt natuurlijk ook voor de diëtisten, ja, want wij merken ook dat mensen... nog een enorme drempel ervaren om naar de diëtist te gaan. Dan mag ik dingen niet. Het is juist omgekeerd. Je kan heel veel dingen doen. Je kan eindelijk eens even vertellen van hoe het echt zit. Want ja, het is toch soms een beetje gênant wat mensen doen met eten. Dat geldt voor mij ook hoor. Maar dan kan je kijken hoe je het kan veranderen. Ja, hartstikke mooi. Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken. We zijn echt een beetje over de tijd heen. Dus ik moet nu afsluiten. Dit was Gezond 071 in januari 2022. Volgende maand op 9 februari is er weer een Gezond 071. En dan is de kans groot dat jullie Jasper en Margje weer gaan terugzien in een leuke video.